Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder in ons creatieve dagboekje. We gaan zwart toevoegen. Ik ben ermee bezig geweest. Ik had het ook gefilmd, maar er is iets misgegaan. Dus we gaan het weer overnieuw filmen. Ik ga jullie laten zien wat we allemaal gaan doen vandaag. Nou, we gaan dus kaders maken in ons creatieve dagboekje, zodat we al een volledige start hebben, dat we de pagina gelijk kunnen afwerken. En dan is het makkelijk om al een kader te hebben. Een kader zorgt ervoor dat jij één pagina krijgt. En zeker als jij een pagina hebt die twee dezelfde kleuren heeft, hoef jij daar nog niet één grote pagina van te maken. Dan kun jij van elke pagina kun jij een aparte pagina maken. Nou, door er een kader omheen te maken, zorg jij er dus voor dat jij één pagina krijgt. Ik doe het ook eigenlijk bijna altijd bij mijn art journals. Maar in het boekje doen we dit dus ook. Nou, het hoeft niet op elke pagina. Hier zit bijvoorbeeld geen kader omheen. Op deze pagina had ik ook geen kader, maar daar heb ik met washi tape heb ik daar zelf een kader gemaakt. Daardoor is dit één pagina en dit is nu ook één pagina. Dus je hoeft niet overal een kader te maken. Her en der ga je gewoon een kader maken. En omdat we toch de zwarte verf er al hebben liggen waar we mee gaan werken, gaan we ook gelijk de pagina's die wit zijn gebleven, gaan we zwart maken. En die gaan we zwart maken, zodat we daar op kunnen doodelen later. Ik heb ook een pagina gemaakt. Ik zal hem er even bij pakken. Hier heb ik ook gedoodeld. En hier heb ik bijvoorbeeld een gedichtje opgeschreven. Nou kan het best zijn dat jij niet overal weet waar jij een zwarte pagina wil hebben. En misschien ben je ook wel vergeten om pagina's wit te laten. Nou, dat geeft allemaal niets. Dat zwart maken kun je later ook nog doen. Dus gaandeweg dat je in het boekje aan het werk bent, kun jij altijd nog pagina's zwart gaan maken als jij ze zwart wil hebben. Dus heb je zin om te gaan doodelen, kun je altijd nog besluiten om de pagina even zwart te verven. Ook al zit er een kleurlaagje overheen, geeft niks. Heb jij de verf van de Dilutions, is heel dekkend. Dus kun je heel mooi bewerken met een zwart laagje. Zwarte gesso van het Dutch Doobadoo werkt ook heel prettig. Beide zorgen voor een hele gladde afwerking. En een gladde afwerking ben je gewoon nodig om fijner te kunnen doodelen. Dus met een pen op het boekje, dan werkt het gewoon prettiger als de ondergrond wat glad is. En heb je het niet? Nou ja, dan heb je het niet. Kun je het er ook prima mee doen, hè? Je moet roeien met de riemen die je hebt. Zeker voor dit project maak je niet te druk. En ik zeg het, ik weet dat het heel makkelijk klinkt. Maar het is ook iets waar ik continu naar mezelf moet roepen. Want ik denk ook te veel na. Ik wil het ook te precies allemaal. En ik merk ook gewoon met de workshops die ik volg van Diane Reevely, dat ik dat echt moet loslaten. En ik ben het aan het oefenen. En dat is wat ik jullie ook mee wil geven. Laat het los. Het hoeft niet perfect te zijn. Het hoeft niet heel netjes eruit te zien. Het mag wat slordig zijn. Het geeft helemaal niks. Dat is juist de bedoeling hiervan. En leer dus om het los te laten. Het is ontspanning wat je aan het doen bent. En je bent het voor jezelf aan het maken. Het is een dagboekje voor jezelf. Misschien wel later voor je kinderen. Maar in eerste instantie maak je het voor jezelf om je gedachten kwijt te kunnen. Deze rare periode waar we toch nog in blijven zitten. Want het is allemaal nog onzeker waar het allemaal naartoe gaat. En ondanks dat de lagere scholen zijn weer begonnen. De basisscholen zijn weer begonnen. Maar waar het allemaal naartoe gaat, we weten het niet. Onzekere tijd. Dus schrijf die gedachten van je af. Nou, ik was dus al begonnen. Ik ga het uitleggen. En nog genoeg pagina's waarin ik het kan laten zien. En ik zal eerst even een vraag beantwoorden die ik kreeg naar aanleiding van de vorige video. Daarin werd mij de vraag gesteld of ik elke keer hetzelfde stencil gebruikte voor de achtergrond. Nee, dat wissel ik af. En dit is al een mooie pagina om als voorbeeld te gebruiken.
Hier zie je de ruitjes met de cirkels. Dat is één stencil. En je ziet hier de vierkantjes. Dat is ook één stencil. Nou, de vierkantjes komen hier wel weer terug. Maar hier zie je ook cirkeltjes. Nou, dat is weer een ander masstencil. Dus hier zijn drie verschillende masstencils gebruikt. En ik probeer het dus wel te variëren. Maar ik zorg ervoor dat er niet meer dan twee verschillende stencils op één pagina zitten. En verder denk ik daar niet te veel over na. Ik ga gewoon met stencils, die heb ik allemaal bij mij liggen. Ik ga in één keer door. Ik zorg dus wel dat ik bijvoorbeeld eerst het groene allemaal doe. Of eerst het roze allemaal doe. En dan werk ik het hele boekje door. Ik pak iedere keer wel een ander stencil om het te variëren. Maar ik werk dus wel met dezelfde kleur in één keer door. Nou, zo heb ik de achtergronden gemaakt. En eigenlijk ga ik nu precies hetzelfde doen. Ik werk in één keer heel snel het boekje door. Ik ga af en toe een kader maken. Soms niet. Soms maak ik een dubbele pagina. Daar ga ik zo mee beginnen. En de andere keer maak ik een enkele pagina. Je hoeft van pagina's met twee dezelfde kleuren, hoef jij geen dubbele pagina te maken. Ik ga het laten zien hoe je het wel kunt doen en ik ga laten zien straks hoe je het niet hoeft te doen. Nou, ik ga beginnen. Ik ga trouwens mijn oude pot zwart erbij pakken. Ik gebruik best veel zwart de laatste tijd, dus ik heb mijn oude pot weer nieuw leven in geblazen. Ik heb daar al in de vorige video iets over verteld. Ik heb er ook een blogbericht over gemaakt. Ik heb al mijn potten Dilutions erbij gepakt die ik nog had. En ik heb ze bewerkt met pouring medium. Ik heb nog een fles pouring medium had ik staan van de Action. Tegenwoordig alle merken zijn ze te kopen. Het is helemaal in om dat acrylgieten te doen. Daar ben je dus die pouring medium voor nodig om de acrylverf dunner te maken. Nou, dat doet het dus. Pouring medium maakt acrylverf dunner. En doe je dat met water, dan heb je kans dat de structuur van de verf kapot gaat. Dus dat de verf bijvoorbeeld in één keer niet meer watervast is. Of dat je de verf in één keer weer van je papier af kunt halen. Dat het gewoon niet goed meer hecht op jouw papier. Nou, dat kan dus als jij met heel veel water gaat werken. Kan dat dus jouw verf stuk maken. Het hoeft niet, maar het kan. Pouring medium zorgt in ieder geval voor dat die structuur niet kapot gaat. Nou, je hoort het. Het is heel dun, dus het verdunt echt jouw verf. Nou, ik ben met Sofie een middag gaan zitten. We hebben alle oude potten erbij gehaald. Ik heb overal pouring medium in gedaan. Pouring medium is kleurloos. Dus het is wit als je het ziet, als jij het in eerste instantie erbij in doet. Maar ga jij roeren, dan zul je zien dat de kleur gewoon weer helemaal terugkomt. Ik heb het ook door mijn zwarte verf gedaan. Ik vind hem nu dun genoeg. Je ziet, de verf is weer mooi vloeibaar. Nou, je kunt uit het dekseltje gaan werken. Je kunt ook wat verf op je kraftmat doen. En dat ga ik doen. Ik wil namelijk mijn pot zo snel mogelijk weer dicht. Om ervoor te zorgen dat het niet weer zo gaat indrogen. Dus ik haal wat verf met een spateltje uit de pot. Niet te veel. Ga je namelijk te veel in één keer, dat droogt vrij snel. En dan moet je er zo weer nieuwe bij opdoen. Is jammer als je verf helemaal uitgedroogd is en je kunt het niet meer, niet meer gebruiken. Nou, ik heb mijn blending tool er weer bij gepakt. Zwarte verf. De blending tool is nog zacht. Nou, je ziet, ik ben al aan de slag geweest met de stencils. Ik heb al achtergronden gemaakt. Ik ga ze straks ook nog wel schoonmaken. Maar dat doe ik in één keer. Zwarte verf. Dat blijft echt aan je stencil zitten. Ik neem deze straks mee naar beneden. Ga ik er even met een sopje, afwasmiddel, warm water, afwasborstel. En dan heb ik mijn stencil zo weer schoon. Dus dilutions verf krijg je vrij gemakkelijk van je stencils af. Dus die doe ik straks in één keer. Ik laat het voor nu even zo. Nou, het valt gelijk al misschien op. De motiefjes, die zijn precies hetzelfde bij het ene stencil, bij het andere stencil. Het grote stencil, dit is de Stitch in Time van Dilutions. Speciaal ervoor gemaakt om kaders te maken. Nou, dat ga ik laten zien. Ik heb de grote en ik heb de kleine. Ze werken precies hetzelfde. En wat jij maar mooi vindt,
wat jij maar hebt. Maar ik ga het dus ook laten zien met een gewoon marsstencil, hoe je daar ook kaders mee kunt maken. Nou, ik ga beginnen. Ik ga even nog wat dingetjes klaarleggen om me heen. En dan gaan we beginnen met het maken van kaders. Nou, ik zei het al, ik wil hier 1 pagina van gaan maken. Nou, hoe maak ik nou die kaders omheen? De ene keer gebruik ik maar 2 zijkanten en de andere keer ga ik er rondomheen. Daar maak ik dus ook, ik maak niet alle pagina's hetzelfde. Ik maak ook niet op elke pagina een kader. Kun je altijd nog doen als je dat wil. Maar soms is het ook heel mooi om bijvoorbeeld washi tape als kader te gebruiken. Of misschien ga je het wel zelf tekenen. Niet op elke pagina hoef je dus een kader te maken. Je kunt het ook altijd later doen. Maar ik vind het prettig dat ik er een aantal al heb. En dan werk je gewoon wat sneller er doorheen. Nou, ik zit even te denken. Ik heb die en die heb ik al gebruikt. Ik ga nou de gestikte kruisjes gebruiken. Nou, ik heb ook al van het kleine stencil heb ik ook al een stiksteker gebruikt. Wat doe ik? Ik ga zorgen dat niet het hele motiefje op de pagina is. Ik laat er dus een klein stukje van afvallen. En dan is het net of de pagina vastgestikt is op jouw pagina. Ik ga een kantje doen. Ik pak wat verf op. Zorg ervoor dat je niet te veel verf op je sponsje hebt. Heb jij namelijk te veel verf, dan gaat het onder het stencil doorlopen, krijg je lelijke vlekken. Dus werk die verf weer goed in je sponsje, niet te veel. En ik ga met ronddraaiende bewegingen en ik druk niet te hard. Je kunt beter meerdere laagjes aanbrengen, dan dat je in één keer een heel zwart laagje gaat doen. Dus ik breng een eerste laagje aan. En ik blijf gewoon voorzichtig ronddraaiende bewegingen maken. Net zolang tot ik het donker genoeg vind. Maar het is ook helemaal niet erg als je af en toe een stukje ertussen hebt. Wat niet helemaal goed gepakt heeft. Dat zorgt juist weer voor dat beetje variatie wat jij in jouw stencil krijgt. Maar doordat jij rond blijft draaien, pak jij ook automatisch weer een beetje verf van de stencil op en dat komt weer op het papier terecht. Ik merk dat mijn spons toch een beetje droog is geworden. Je ziet, ik heb niet alles. Ik zal het even van dichterbij laten zien. Ik heb er een stukje van af laten lopen. Nou, en dat is juist de bedoeling. Dat is helemaal niet erg. Nou zie ik ook gelijk dat hier al een stukje onder het stencil door heeft gelopen. Dat kun je daar zien. Daar is een zwarte vlek. Nou, dan pak ik even een stukje keukenpapier. En dan veeg ik dat aan de achterkant weg. Weet ik zeker dat het weg is. Nou, ik ga nu weer hetzelfde doen. Ik pak weer een lange kant. Ik zorg ervoor dat het stencil er niet helemaal op zit. Vind jij het mooier om het wel te doen? Moet je dat vooral doen, hè? Je moet gewoon je eigen idee doen. Nou, en je hebt weer een andere lange kant gedaan. Werk in dunne laagjes. Ga er niet te veel verf doorheen drukken in één keer. Als je meerdere laagjes over elkaar gaat doen, bereik je hetzelfde effect als dat jij in één keer heel veel verf op je pagina aanbrengt. Alleen je hebt nog de kans dat het door gaat lopen, dus dat moet je niet doen. Wees daar voorzichtig mee. Nou, ik heb nu de 2 lange kanten gehad. Ik ga nu de tussenliggende ruimte ga ik opvullen. Ga ik weer op dezelfde manier doen. Een beetje
beetje verf, niet te veel. Nou, en je ziet gewoon met dit stencil, dat is er speciaal voor gemaakt. Jij hebt ruimte tussen de patroontjes. Dus jij kunt met jouw blending tool, kun jij die ronddraaiende beweging maken. En jij pakt dan niet een ander stukje van het motief mee. Het volgende motief zit daar pas. Dat zit al op jouw kraftmat. Dus jij pakt niet per ongeluk een stukje motief van een ander motiefje mee. En dat is gewoon het fijne van deze stencil. A Stitch in Time heet het stencil. Hij is dus te koop in een grote uitvoering en een kleine uitvoering. Maar ik merk gewoon alle producten van de Dilutions, die vliegen de winkel gewoon uit. Dus het kan heel goed zijn dat jij het stencil niet meer kunt kopen. Komt allemaal alweer. De fabrieken worden allemaal wel weer opgestart. Dus er worden wel weer nieuwe voorraden bijgemaakt. Het komt allemaal wel. Maar ik denk dat niemand dit ook voorzien heeft. Dat het in één keer allemaal zo snel ging lopen met al die producten van de Dilutions. Nou, je ziet rondom een kader gemaakt. Hij is nog een beetje wiebelig. Niet strak, maar dat is het stencil. De patronen zijn ook niet helemaal strak, want dat is ook niet de stijl van Diane Reevely. Als jij ze straks gaat bewerken met een marker, dan zul je zien, worden ze wel wat strakker. En we gaan straks nog doodelen en dat gaan we dus op het zwarte doen, maar doe dat niet direct. Laat het heel goed drogen. En dan kan het wel droog voelen, maar vaak onder is de laag nog een beetje nat. Dus ga jij er met paintpennen overheen, zoals een Posca, daar kun je al wel wat eerder. Maar gebruik jij gelpennen of andere pennen, wacht dan even tot de verf heel goed droog is. Het liefst laat daar even een dag tussen, dan weet je zeker dat het goed droog is. Maar zeker een aantal uren moet je het laten drogen voordat je er overheen gaat met een pen. Want het kan echt jouw pen stuk maken. Nou zou dat met een Posca niet zo snel gaan als met andere pennen. Maar ja, wees daar gewoon op verdacht. En je kunt je pennen daar gewoon mee stuk maken. Nou, ik ga even kijken. Ik zie dat het nog niet helemaal droog is. Ik blaas er even snel overheen met mijn heat tool. Om te voorkomen dat ik vlekken ga krijgen. Vooral hier onderaan zie ik gewoon dat het niet helemaal droog is. Wat je ook altijd even kunt doen is even deppen met een keukenpapiertje. Pak dan wel elke keer een schoon stukje, zodat je niet het ene vlekje naar het andere vlekje gaat maken. Nou, we gaan weer verder. Ik ga op deze pagina verder. Nou, ik zei al, de stencils zijn niet altijd even goed verkrijgbaar. Jij kunt ook prima met een gewoon masstencil, kun jij ook een kader maken. En dat hoeft niet helemaal. Ik heb hier helemaal een kader gemaakt. Ik ga nu een kader maken met een gewoon stencil. En je ziet, ik pak een lange kant en een korte kant. Op deze manier kun jij prima een kader maken. Nou. Je kunt het heel smal doen. Je kunt het ook wat breder pakken. Je ziet, ik heb het niet overal even goed gedaan. Ik ben er gewoon heel lichtjes overheen gevlogen met de blending tool. Het is niet overal even zwart,
Maar ook dat kan een leuk effect zijn. Daar kun jij mee gaan spelen. Dus jij kunt hele donkere motiefjes maken, zoals ik hier heb gedaan. Maar je kunt ook hele lichte motiefjes gaan maken. Nou, en waarom doe je dat met zwart? Zwart haalt de kleuren naar boven. Je ziet, doordat jij zwart gaat gebruiken, komen de kleuren van de ondergrond, die komen gewoon veel meer naar boven. Ze worden er gewoon mooier van. En dat is als jij zwart en wit toe gaat voegen aan jouw Art Journal pagina, kun jij een pagina gewoon wat meer ophalen. Nou. Dus ook met gewone masstencils kun jij kaders maken. Maar jij hoeft dus niet overal kaders te maken. Je kunt, en dan ga ik even mijn boekje erbij pakken, die ik al aan het maken ben. Ik zal even wat voorbeelden zoeken. Je kunt later, als jij het wil, kun jij ook zelf nog een kader tekenen. Dus ook dat kun je. Dan laat je gewoon een aantal pagina's. Deze laat ik bijvoorbeeld gewoon zo. Ik kan dan altijd nog besluiten om er een kader omheen te maken door hem zelf te tekenen. Maar het hoeft niet altijd. Hier zit bijvoorbeeld geen kader omheen. En het hoeft niet. Het kan. En even kijken waar ik hem heb. Hier heb ik een kader eromheen gemaakt met washi tape. Kun je ook later nog doen. Hier zit helemaal geen kader omheen. Kan ook. Dus je hoeft niet altijd kader eromheen te maken. Je kunt het later nog doen. En soms is het juist mooier om het niet te doen. Dus bekijk het gewoon gaandeweg. Maar maak alvast een aantal pagina's met een kader. Dan ben je gewoon wat sneller straks in het afwerken. Nou, en nu wij het zwart van de verf er toch uit hebben, gaan we ook gelijk de pagina's zwart maken die nog wit zijn. Heb jij nu per ongeluk alle pagina's voorzien van een kleurtje? Het geeft niets, kun je altijd nog later doen. Maar de binnenkant ga ik sowieso altijd zwart maken, dus dat ga ik laten zien hoe ik dat ga doen. Nou, ik heb even een papiertje eronder gelegd, want we gaan van de rand afwerken straks. Nou, ik gebruik gewoon mijn blending tool. Het werkt super snel en je krijgt er een dun laagje verf op wat gewoon straks heel mooi glad wegtrekt. Zeker als jij dilutions verf gebruikt. Je krijgt daar geen echte lijnen van. Soms als jij verf aanbrengt met een penseel, dan ontstaan er die strepen die jouw penseel maken. En die blijven ook zichtbaar, die blijven ook voelbaar. Ga jij daar met een pen overheen, dan schrijft dat niet zo fijn. Ga jij dilutions paint gebruiken, dan heb jij een hele gladde afwerking, ook met de kleuren. En dan kun je daar heel fijn met een pen overheen doodelen. Heb je nou geen zwarte dilutions paint? Zwarte gesso werkt ook perfect. En ik gebruik altijd de zwarte gesso van de Dutch Doobadoo. Die is heel mooi, intens zwart. Hij is vrij goedkoop. En je bent maar één laagje nodig. Ik heb ook andere gesso van een duur merk. Ik ga het merk niet noemen. Maar het geeft een beetje een anthracietkleurige laag. En ik heb er zelfs twee keer overheen gemoeten. Dus wil je goede gesso, zwarte gesso, gebruik die van de Dutch Doobadoo. Echt heel mooi intens zwart. Zo'n grote potje doet ontzettend lang mee. En ze zijn bij heel veel hobbywinkels zijn ze wel te koop. Dus kijk er gewoon eens naar. Het is altijd makkelijk om zo'n zwarte pot gesso in huis te hebben. De Action heeft ook zwarte gesso. Tenminste, ze hebben het altijd gehad. Daar moet je ook twee laagjes van aanbrengen. Het dekt wel, maar niet genoeg om een één laagje te doen. De zwarte gesso van de Action moet je dus ook twee laagjes van aanbrengen. Maar het geeft wel een mooie zwarte laag. Nou, je ziet hier wat kleur op zitten. Nou, dat verstop je nu gelijk. Doordat jij een zwart laagje eroverheen brengt. Soms zal het er nog een beetje doorheen komen. Nou, dan ga je er gewoon met een extra laagje zwart ga je eroverheen. Nou, je bent hier best veel verf voor nodig. Maar ik werk in dunne laagjes. Soms dekt het in één keer.
omdat het vrij snel droogt, kun je er al vrij snel weer overheen gaan. Wees hier aan de zijkant voorzichtig, dat de verf niet op de andere pagina komt. Nou, en ik heb er dus een papiertje onder gelegd. Nou, en dit is ook een mooie manier om jouw zwarte sponsje weer schoon te krijgen. Ben jij nu klaar met jouw kades maken? Ga dan even met jouw sponsje over een zwarte pagina die al zwart is. En maak daar jouw sponsje op schoon. Geef nog even gauw dat extra laagje. Niet omdat het nodig is, maar je kunt wel mooi jouw sponsje weer schoon krijgen. Nou, op deze manier maak ik dus de pagina's zwart. En ik zal het even allemaal aan de kanten leggen. Pak ik mijn boekje er even bij. Nou, wat kun je er nou mee? Nou, op de eerste pagina, daar begin ik altijd met een kalender te maken. Dus dat ga ik straks ook doen. Ik heb uitgerekend, ik heb hier nog heel veel bladzijden in zitten. Ik kan mei hierin doen. Juni moet ik in dit boekje gaan doen. Dus ik ga de kalender van juni ga ik hierop tekenen. Ga ik laten zien hoe ik dat doe. En dan de pagina's ga ik nog afmaken straks in dit boekje. Nou, zwarte pagina's. Doodelen. Ontzettend leuk om te doen. En ik ga het je allemaal nog laten zien. Even kijken. Waar ik nog meer wat heb. Kijk, je hoeft niet overal een zwarte pagina te doen, maar af en toe een zwarte pagina ertussen is ontzettend leuk. Nou, hier heb ik toch een dubbele pagina van gemaakt. Een pagina in het zwart waar ik met wit op geschreven en getekend heb. En deze pagina die daar nog weer bij hoort. Hier heb ik een pagina helemaal zwart, heb ik alleen op gedoodeld. Nou, dat ga ik allemaal nog laten zien hoe je dat doet. Ik heb ook een workshop gevolgd van Diane en dit was zo'n oefenpagina die we hebben gemaakt. Het doodelen op zwart is gewoon ontzettend leuk om te doen met een witte pen. En ik gebruik daar een witte Posca marker voor. Maar ook met andere witte pennen kun jij prima op zo'n zwarte pagina doodelen. Maar zorg er dus wel voor dat de zwarte laag goed droog is. Dus denk niet van hij voelt droog aan. Wacht echt enkele uren voordat jij er overheen gaat. Ik maak ze meestal zwart. Ik wacht een dag en dan ga ik er op doodelen. Dus vandaar is het ook heel makkelijk om al vast van deze zwarte pagina's in je album voorverwerkt te hebben. En hier komt dus de kalender op. Nou, hier heb ik dus al een zwarte pagina gemaakt. Op deze zit een kader. Nou, en ik ga gewoon het hele boekje doorwerken. Af en toe ga ik een kader maken. Ik laat ook pagina's leeg, dat ik daar nog zelf kan beslissen wat ik daarmee ga doen. En andere maak ik een dubbele pagina van. Dan word ik dus gedwongen om een dubbele pagina te doen van die dag. En ja, je daagt jezelf op die manier ook uit. Je hebt al een pagina voorbewerkt. Daar kun je al niet meer over nadenken. En je daagt jezelf al uit om daar gewoon een mooie pagina van te maken. Je hoeft hem alleen nog maar af te maken. Dus je bent daar niet super lang mee bezig. Nou, wat ga ik nu nog doen met dit boekje? Ik ga gewoon verder met de stencils. Ik ga her en der ga ik een kader maken. Dan heb ik het boekje klaar. Het is voorbereid. En dan gaan we in de volgende video gaan we een pagina maken. Zoals ik ook in dit boekje heb gedaan. Ik ga gewoon verschillende pagina's laten zien vanaf nu. En ik ga nog een keer met jullie doodelen. Ik ga wat uitleggen hoe je op een pagina ook kunt doodelen. Dat gaat allemaal aan bod komen in de volgende video's. En ik probeer elke keer een andere techniek aan jullie te laten zien. We gaan met washi tape aan de slag. Wat ben je nu nodig
voor het verder afwerken van je boekje. Nou, een witte marker, een zwarte marker, dat is gewoon ideaal om te hebben. Ik gebruik dus de Posca markers het liefst. Ik heb een hele dunne en dat is de MR1. Waarom heb ik? Je hebt ook nog een andere, dat is ook een 1. Maar de MR is een soort fineliner en dat heeft een stukje metaal aan de punt. En daar kun je heel goed mee doodelen door een stencil. Gebruik je daar een marker voor met een zachte punt, dan kan je de punt kapot maken, want die stencils zijn vrij scherp. Dus dan kun je jouw marker daarmee kapot maken. Dus ga jij doodelen door een stencil, dat ga ik ook allemaal nog laten zien, gebruik dan echt een Posca marker of een fineliner. Die kun je ook overal wel kopen, met een metalen puntje en dan een filterpunt. Dat metaal zorgt ervoor dat het langs het stencil gaat, dat het filterpuntje gewoon niet stuk gaat. En dus die pennen ben je gewoon nodig. Wit, zwart, dat zijn de kleuren die ik verder ga gebruiken. Ik ga plaatjes plakken. Art by Marleen heeft boekjes te koop. Die kun jij gebruiken. Je kunt ze zo uitdrukken, de plaatjes. Die kun je gebruiken in jouw boekje. Ga ik ook laten zien. Je kunt ook prima dingen uitknippen uit tijdschriften. Heb ik ook gedaan. En dan pak ik hem er even weer bij. Dit komt gewoon uit een tijdschrift. Nou, ik heb ook die-cut van Dilutions, maar je kunt ook stempelafdrukjes die je zelf hebt gebruiken. Je stempelt ze op apart papier af, je knipt ze uit. Het inkleuren kun je later doen, maar je kunt het ook voordat je het erop plakt kun je doen. Het lijmen, dat doe ik met een lijmstick. Ga ik je straks allemaal in de volgende video's wel laten zien. Doe dat niet met vloeibare lijm, een lijmstick. Je kunt ze ook bij de Action kopen. Koop dan die witte van de Bison. Die zijn goed. De andere lijmsticks, die blauwe en zo van de Action, zijn niet goed. Het valt er zo weer af. Dus gebruik die niet. Alleen maar ellende voor. Laat de kinderen ermee spelen. Helemaal prima. Maar ga die niet voor jezelf gebruiken, want je gaat je er echt aan irriteren. De witte van de Bison, die zijn wel goed. Koop je Prit 2. Zijn ook helemaal niet zo duur. Prit heeft hele goede lijmstiften. Kun je gebruiken. Dilutions heeft hele goede lijmstiften. Die kun je gebruiken. Maar die zijn ook niet overal verkrijgbaar. Dus ja, kijk gewoon naar de lijmstift die jij hebt. Maar gebruik wel een goede lijmstift. Vloeibare lijm, waarom gebruik ik dat niet? Dat gaat bobbelen. Dus ga niet met vloeibare lijm aan de slag. Ik wil nog wel eens met een matte medium lijmen als ik collages maak. Maar in deze boekjes doe ik dat niet. Dit papier is gewoon vrij dun. En ja, ik denk toch als ik dat matte medium ga gebruiken op de manier waar ik het normaal gebruik voor mijn art journal pagina's, dat het gaat bobbelen. Dus doe ik niet. Ik lijm alles met een lijmstift. Dus een pritstift die van de Bison, die je bij de Action kunt kopen, die is goed. En ja, gebruik gewoon een goede. Dilutions heeft hele leuke kleine stiftjes. Heb ik ook. Ik wou het toch eens uitproberen. Nou echt, ze heeft gelijk. Het blijft heel goed zitten. Het laat echt niet weer los. Dus daar gaan we straks allemaal mee aan de slag. Dus ja, dat ben je nodig voor de volgende video's. En maar maak het ook gewoon vooral eigen. Ik ga laten zien hoe ik het doe, maar maak er gewoon je eigen maniertje van. Je hoeft niet alles te doen wat ik doe. Wil je het heel eenvoudig houden? Een plaatje erop, je schrijft er wat bij, je doodelt wat en je hebt een pagina klaar. Je hoeft het niet zo uitgebreid te doen. En heb jij wat meer tijd, kun je het uitgebreider doen. Maar ik ga jullie in ieder geval in de komende video's ideeën geven wat je nu verder met het boekje kan doen. Ik ga dus nog verder de kaders afmaken en dan heb ik het boekje voorbereid en dan kunnen we aan de slag in het boekje. Nou, dat ga je dus in de volgende video's zien. Heb je nog vragen over wat ik aan het doen ben? Stel ze mij gewoon. Ik ga de antwoord op geven. En heb je andere vragen? Ja, vraag het mij gewoon. Ik ga gewoon alles beantwoorden. Opmerkingen, zet ze erin. En vind je het een leuke video? Duimpje omhoog en dan weet ik dat ik goed bezig ben voor jullie. En abonneer je ook vooral op mijn videokanaal. Want met deze video's, ik heb daar geen vaste dagen voor dat ik een video upload. Ze komen zoals ze komen.
ik maak de video's, ik moet ze nog bewerken. Er gaat allemaal tijd in zitten. En ik kan niet de dagen noemen wanneer een video online komt. Ze kunnen snel achter elkaar komen. Ze kunnen wat langzamer achter elkaar komen. Ik kan het niet zeggen, dus abonneer je op mijn videokanaal. Dan mis je geen enkele video meer. Klik je ook nog op het belletje. Dan krijg je ook een melding zodra er weer een nieuwe video online is. Maar dat hoeft dus niet. Als je je abonneert op mijn videokanaal, dan kun jij in jouw tabblad met abonnementen, zie jij mijn video gewoon voorbij komen. Tussen alle andere video's waar jij jou op geabonneerd hebt. Dat kost niets. Abonneren op een videokanaal kost gewoon helemaal niets. Dus doe dat ook gewoon. Alle linkjes heb ik weer geplaatst van de materialen die ik gebruikt heb. Onder in de beschrijving van deze video kun je alles weer terugvinden. En linkjes erbij waar je het kunt kopen. Maar ook die hebben alles dus niet meer op voorraad. Varieer het dan. Ga met andere dingen aan de slag die je wel kunt kopen. Die je misschien thuis hebt. En vind je dit heel leuk? Ga je dat later nog weer verder doordoen? Koop dan de andere materialen. Het komt allemaal wel weer op voorraad. Maar het heeft vaak even tijd nodig. Het gaat ontzettend snel allemaal, merk ik. Vooral de producten van de Dilutions gaan ontzettend snel. Ja, we zitten met z'n allen thuis. We knutselen heel veel. Allemaal hartstikke mooi. En maar het kan allemaal niet super snel meer worden aangevuld. Jullie zullen ook merken, de post is gewoon trager aan het worden. En het is nou eenmaal zo. We kunnen er niets aan doen. Nou, ik ga lekker verder met mijn boekje. Ik ga hem verder afmaken. En deze ga ik dus gebruiken voor de maand juni. Mei ga ik nog even in mijn oude boekje doen. En ik ga wel even in de eerste video laten zien hoe ik een kalendertje maak. En dan ga ik nog een pagina maken. Dat is de eerstvolgende video die straks gaat komen. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie snel terug te zien bij een volgende video. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot snel.